Welke valkuilen zie je meestal bij de jongeren? Uh, doelloosheid. Uh, en daarmee bedoel ik... ik zag, je ziet eigenlijk als docent um, meteen het verschil tussen, tussen een leerling die zeg maar, weet wat hij wil. Weet ik veel, iemand die zegt, meneer, over tien jaar word ik piloot of dit of dat. Of ik wil dit doen met mijn leven of die hoef je vaak bijna niet te begeleiden, want ook al vindt hij jouw vak niet interessant of wiskunde hmm. die snapt ik moet dit wel doen om dat te kunnen doen. Dus hij heeft het uitgestippeld uitgestippeld, ja. duidelijk. De leerlingen die dat niet hebben, die zeet: oh ja, waarom kom we naar school man? En ja. Dat elke keer die discussie van: ja meneer dit is toch echt doelloos. Ik kan buiten werken, geld verdienen. En dan zie je ze weggaan, dan komen ze weer terug. Maar dat zijn de Zeg maar niet zozeer voor mij lastig, want ik geef gewoon mijn les en ik heb goed contact met ze als persoon. Maar denk ik, die leerlingen hebben vaak, vind ik, struggles met zichzelf vooral. Van mm -hmm. nog niet weten wat ze willen, dan vinden ze dit leuk, dan vinden ze dit leuk. Dus wat ik ook heel erg naast mijn lesgever altijd probeerde is van bepaal ook voor jezelf. Dat zijn vragen die je zelf moet stellen. Wat wil ik doen? Begin in te kaderen vanaf een bepaalde leeftijd. Als je nog niet weet van dit, in de zin van piloot, begin met... Wil ik bijvoorbeeld een beroep doen waar ik veel of weinig met mensen in contact ben? Bijvoorbeeld. Ja. Stap 1. Ja. Oké. Okay. In welke sector? Nou, gewoon, weet je, langzaam, langzaam, langzaam. En dan moet je op een gegeven moment ontdekken en proeven wat je wil. Ga, ga, ga een keer proefdraaien. Ga een keer daar op bezoek gaan. En ik ben dan ook zeker op het mbo type docent. die zeggen: ja, Oké, okay, kom maar niet naar de les. Als ik weet dat je daarheen gaat, dan mag je deze les kippen. Prima, mm. weet je. Niet dat hij dan elke les zegt: Meneer, vandaag ga ik daar. Mm. Dat hij dan op een gegeven moment twee keer Miskeluik, maar in mijn les is geweest, de, geweest de, weet ja. je. Dat, dat is ook een bepaald vertrouwen en daar moet niemand misbruik van maken. Gelukkig deden ze dat ook niet. Maar dat, ja, ga maar, ga een keer proeven. En als je dan mm -hmm. denkt, oh, dit is eigenlijk wel leuk, dan weet je het. En dan weet ik ook, weet je, zo dat calculeer ik dan als docent, dan is hij ook in mijn les straks gewoon weer aanwezig. Mm -hmm. uh, en hij gaat dan, want dan vindt hij mijn les boeiend, niet zozeer om het vak, maar omdat hij weet waarom hij dat nodig heeft. Dus ik doe het eigenlijk ook voor mezelf. Dus, dus, dus dat soort dingen, uh, doelloosheid zou denk ik toch wat geen zijn. De grootste uh, valkuil. Waar, is. Ja, en, en, en voor bepaalde jongeren, met name jongens, uh, in bepaalde omgevingen is criminaliteit toch ook wel echt een grote valkuil. Ja. Als ik even nog op doelloosheid mag ja. uh, inhaken, en daarna ging ik op uh, criminaliteit in. Waardoor ontstaat zo'n klimaat van doelloosheid? Want ik denk dat het een groter probleem is dan ja. dat wij misschien denken. Heeft het te maken met de omgeving uh, waar ze in zitten? Heeft het te maken met, hun, uh, met thuisfront? Want ik ben ja. wel doelbewust, uh, no pun intended, uh, bezig... Ja. Ja. om mijn kinderen niet do doelloos te laten opvoeden... door ja. hun echt uh, houvast mee te geven. Ja. Van oké, okay, uh, gebruik gewoon je capaciteiten... Haal het maximale eruit. En wees gefocust. Want ja. doelloosheid is een echt een grote ziekte. Is zeker, een gevaarlijke ziekte. Zeker. Uh, het kan tot allerlei andere problemen weer ja. leiden, uiteraard. Kijk, en, en een paar dingen. Um, enerzijds denk ik dat wij ook als, als moslimgemeenschap... of als, als minderheden... Um, waar we zeg maar, uh, dit hebben gedaan hè, de afgelopen jaren. Dus bij wijze van uh, niet opgeleid, ja. ouders of grootouders... of eerste generaats, whatever. Ja. En dan zijn we steeds dit gaan doen. Dus je ziet hoger opgeleid, hoger opgeleid, weet ik veel. Masters, PhD's. Ik denk dat we ons ook op moeten voorbereiden... dat er een generatie komt van hoogopgeleide ouders... die het minder goed gaan doen dan de ouders. Dus ik ben bijvoorbeeld ik ben hbo-opgeleid. Uh, dus mijn kinderen kunnen u niet doen. Dan zijn ze mijn stappen. Maar misschien doet een van mijn kinderen het mbo kan. Zegt hij, pap, ik vind dit leuk, ik ga dat doen, ik ga daarnaar werken. Dus in theorie doet hij het minder goed dan ik. Kijk, even gewoon vanuit maatstaven. Niet ja, zozeer. Ja, ja. Ik hoop dat mijn kind gelukkig wordt, dat nee. hij goede achtlaak heeft. Of hij dan ja. wc schoonmaakt of uh, directeur is bij weet je, Deloitte, I don't care. Ja, maar vanuit zeg maar, kader zou je kunnen zeggen, ja. hij doet het minder goed. Dus, dus we moeten ons, denk ik, als gemeenschap wel erop voorbereiden dat er ook een generatie aankomt die het niet per se beter gaan doen dan wij. Uh, en dat mag ook wel, want sommige van ons die zijn al. Wij zijn tot de max hoog opgeleid, dus ja wat ja, nog meer wat moeten nog we meer van onze kinderen dat, ja. verwachten? Ja, 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 ja. Ja, dus uh, dat één ding. En twee is ook, als het gaat over doelloosheid, um, uh, ik, ik merk bij veel jongeren dat de urgentie mist om een doel te hebben. Dus daar waar onze ouders zeiden van, wij konden niet, jullie moeten. Dat wij dachten van, waarom moeten wij? Hadden we het dan <laughs> zelf gedaan? <laughs> maar we hebben het wel een soort van enigszins gedaan. Ja. Um, ja, zij, zij, zij. Ik denk dat, er een, dat we ook dus daarom moeten kijken van nou, hoe kunnen we ze anders triggeren. Want ze hebben niet zoiets van ik moet. Want ze hebben een dak boven hun hoofd. Ze hebben meeste van, uh, tenminste, niet meeste, heel veel ook niet, maar veel hebben, bewijs van de middelen die ze willen. Hebben bepaalde toegang tot weet ik, voor internet en al die dingen. Dus de urgentie om op die maatschappelijke ladder te moeten klimmen, is er niet bij iedereen. Want ja. papa en mama verdienen goed. Maar als het niet goed gaat, blijf ik wel gewoon lekker thuis wonen, beetje dus er zit een bepaalde laksheid, tenzij ze voor zichzelf doorhebben van, ik heb het nodig omdat ik voor wat ik wil, is dit niet goed genoeg. Of, dus, dus het is heel erg belangrijk om ze, zoals je zegt, ook met je kids om ze te triggeren. Okay. Maar desalniettemin kan het zo zijn dat ondanks alles wat wij erin proberen te stoppen, dat ze gewoon zeggen, ja, ja, ik weet niet wat ik leuk vind. Ik ga dan nog een jaartje dit proberen, ik ga dat wel even proberen. Of, dus ook een beetje die cultuur van, ja, kijk vooral wat je, wat je leuk vindt. en... en en zonder dat te bagatelliseren, want ik ben heel erg nu bezig zelf met wat vind mm. ik leuk. Mm. Maar een beetje in de zin van, ja, je moet ergens wel, vind ik, ergens toe committen. Ja. En, en op het moment dat je zeg maar zegt van, maar, ik ga dit doen, dat je, dat je zelf ook de tijd en ruimte geeft om daarin te groeien. Dus je ziet wel dat, denk ik wel, van deze tijd dat je zegt, na een paar maanden, ah, oh, ik vind niet leuk. En dus dat ik is, dus ja, stop ermee. Dat dus dat dan, oh, ik ga ja. dat doen. En ondertussen bouw je een CV op met overal drie maanden werkervaring. werkervaring ja. um, en ja, voor hetzelfde gaat, over twintig jaar zijn al die werkgevers ook degene die na drie maanden switchen. Dus vinden ze dat niet erg. I don't know. Maar in, ja. binnen de huidige context word je daarop afgerekend: van ja, je hebt nergens langer dan een jaar gewerkt. Wat is dat? Weet je, ja. kunnen we op je bouwen als je hier komt werken. Dus zo.